Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen. Dat Hij jullie ten minste het geen geeft dat Hij mij gegeven heeft. Want dat is een succes voor mij. Dat is mijn droom, dat u ten minste hebt wat Hij mij gegeven heeft. Gelooft u hierin? Goed, gelovend of niet, maakt niet uit. Dat is mijn wil ten opzichte van hem. Maar wat ik vandaag met jullie wil bespreken is iets heel belangrijks. Let goed op. Wat ik gisteren heb gesproken in de dienst en ik wil dat met jullie hier vandaag delen. Wij hebben. De kwestie waarbij de tien meelaatsen tot de Heer Jezus aanriepen. De Heer Jezus heeft onmiddellijk tegen hen gezegd: ga en toon u zelf aan de priester. En zij gehoorzaamden het woord van de Heer Jezus. Zij waren gehoorzaam. Simpelweg. Zij waren gehoorzaam. Dus die tien. Toen zij onderweg waren in de richting van de priester, in de richting van de priester, konden ze opmerken dat ze genezen waren. Kijk, wij weten dat al die tien Melaatsen zondaars waren. Gewone mensen. Waren zij kinderen van God? Nee, ik geloof van niet. Maar zij geloofden in de Heer Jezus. Zij geloofden in de macht van de Heer Jezus en ze werden genezen. Maar alleen één van hen keerde terug om de Heer te danken voor hetgeen Hij voor hem had gedaan. En de Heer Jezus zei, ga, uw geloof heeft u behouden. Die andere negen gingen weg en gingen hun eigen leven leiden. En dat is wat er is gebeurd. Dat gebeurde in de bediening van de Heer Jezus. Dat gebeurde in de bediening van de apostelen. En dat heeft ook plaatsgevonden binnen de kerken. Tenminste, in de UKGR is dit heel veel gebeurd. Tien mensen worden genezen, maar alleen één keer terug om te danken en in het geloof te blijven. Wat is het verschil hier? De negen Melaatsen werden genezen, ze hadden geloof, de Heer Jezus wist dat ze genezen zouden worden. Hij kende hun geloof, maar hij wist ook... Dat die negen niet zouden terugkeren om te danken. En dat ze hun eigen leven zouden leiden. En klaar. Afgelopen. Dank u wel, Heer. U heeft me genezen. Amen. En ze gaan door met hun eigen leven. Maar die enige, die ene die terugkeerde om God te danken. Kijk, beste vrienden en vrienden: het geloof, onafhankelijk nou of u er recht op hebt of niet als u een kind of niet bent, maakt niet uit. Als u geloof manifesteert, zult u ontvangen. Welke persoon dan ook, goed of slecht, heilig of zondaar, maakt niet uit. Zal ontvangen vanaf het moment dat die persoon gelooft, gehoorzaamt het woord van God, tenminste op dat moment. Die persoon zal ontvangen. Nu, om een kind van God te zijn. Moet de persoon een persoonlijke ervaring hebben met God? Er is geen twijfel hieraan. De Heer Jezus heeft Lazarus opgewekt. Lazarus was een kind van God. Waarom? Omdat hij opgewekt werd uit de dood? Nee, omdat, zijn, omdat hij en zijn zussen, de Heer Jezus kende hen. Hij was een kind van God, maar daarna stierf hij opnieuw. En allen stierven die, genezen, die gezegend werden. Maar het verschil was dat allen die gezegend werden, werden gezegend vanwege het geloof. Geloof in de zegen die zij gevraagd hadden. Ze hadden het gevraagd. Ze werden gezegend omdat ze dat hadden gevraagd. Omdat zij geloof hadden geuit. Ze werden aangeraakt, ze werden genezen, ze werden geholpen enzovoorts. Maar. Om een zoon of dochter van God te worden. Er is geen twijfel, beste vriend en vriendin, dat u uit God geboren moet worden. Geboren uit de Heilige Geest. Geboren uit het water, de doop in het water en de Heilige Geest. De doop in het water is het begraven van onze eigen ik, van onze ziel, van ons vlees, van ons hart. Wanneer wij ons willen laten dopen, wij, wij stellen de doop vast, dan zeggen wij, Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil niet meer voor mijn eigen wil leven. Ik wil uw wil doen. Maar daarvoor sterf ik voor deze wereld. Ik begraaf mijn vlees, mijn verlangen, mijn eigen ik in het water. Om een nieuw leven met u te beginnen. Dus wanneer de persoon de doop in het water ingaat. met dit geloof. wanneer de persoon het water verlaat. dan doet de Heilige Geest die persoon een nieuw leven beginnen. En dan wel. Dan komt de Heilige Geest over die persoon. Het kan ten tijde van doop in het water zijn of het kan later zijn. Maar hij zal komen omdat die persoon een geloof heeft geuit om voor God te leven, niet alleen om voordelen te veroveren. Want om voordelen te veroveren, elk geloof is geloof. De Heer Jezus zei, vraag en het zal u gegeven worden. Zoek en gij zult vinden klop en de deur zal voor u geopend worden. Want een ieder die vraagt, dus een ieder, iedereen. Heilige en zondaar. En ieder die vraagt, hij zal ontvangen. En wie zoekt, zal vinden. En wie klopt voor hem, zal de deur geopend worden. Dus de deuren van de universele kerk zijn open dagelijks. Voor degenen die willen. Voor degenen die geloven. Voor degenen die willen zoeken. Voor degenen die willen kloppen. Voor degenen die willen vragen. Zodat ze gezegend zullen worden. Maar wij weten ook. Dat in elke 10, ja, alleen maar 10% zou ik zeggen, werkelijk opnieuw geboren worden. In het universum van gezegenden, genezen, voorspoedigen van degene wiens leven getransformeerd werden, geloof ik, dit is een persoonlijk geloof van mij: 10% van hen wordt gered. Dus de ziel wordt gered. Het hart wordt vernieuwd, want de Heer Jezus geeft een nieuw hart aan hen. En dat is het thema van de campagne van Israël. Als u, beste vriend en vriendin, verlangt naar zegens, dan hoeft u niet eens deel te nemen aan de campagne. U kan naar een dienst gaan, welke dienst dan ook, bijvoorbeeld vandaag de dienst van financiële zegen, om de mensen financieel te zegenen. Wie gelooft, gaat, zoekt en zal vinden. De dag daarop is de dag van genezing op woensdag de dag van de ziel behoudenis van de ziel donderdag oplossing van de sentimentele problemen liefdesproblemen familieproblemen liefdestherapie op vrijdag de bevrijdingsdienst om alle negativiteit alle vloeken te verwijderen alle boze geesten te verwijderen die de levens van de mensen heeft vernietigd mensen die slachtoffers zijn geworden van occultisme en dat soort dingen. Op zaterdag hebben we dan de dienst van onmogelijke zaken. Hetzelfde. Voor degenen die geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Vasten tegen het onmogelijke. Op zondag is de Heilige Geest. Wie doors heeft om de Heilige Geest te ontvangen, zondag en woensdag zijn de dagen. Dus de universele kerk van Gods rijk heeft een dag die bepaald is voor elke situatie, elke behoefte, elke noodzaak. Nu, wat is de grootste behoefte van de mens? Is om opnieuw geboren te worden. Want als die persoon niet opnieuw geboren wordt, dan is die persoon niet een kind van God. En als die persoon niet een kind van God is, dan zal die persoon deze wereld aflopen. Gedesoriënteerd, want de Heilige Geest, wanneer ik de Heilige Geest zeg, geeft het me vreugde in de ziel. De Heilige Geest is de gids van de kinderen van God. Alleen de kinderen van God hebben het recht om geleid te worden door de Heilige Geest, omdat dan de belofte van de Heer Jezus wordt vervuld die Hij gemaakt heeft. Kijk, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal een andere vertroost te sturen. En hij zal jullie leiden in de gehele waarheid. Dus hij leidt degenen die kinderen zijn, wie niet een kind is, niet. Een persoon kan geloof hebben om te ontvangen zegens, alle zegens die er bestaan. Maar om kind van God te worden, moet die persoon zoeken. Moet die persoon erachter streven moet de persoon zich onderdompelen, zijn gehele leven, zijn geest, zijn ziel, zijn lichaam, in het zoeken naar deze ervaring met God. Want het is niet voor een ieder. Het is voor allen. Allen die vragen, die zoeken, die kloppen. Want dat is wat de Heer Jezus belooft, hij zegt. Want een ieder die vraagt, ontvangt. Dus een ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt voor hem, zal de deur open gedaan worden. Dus, er is een geloof voor materiële veroveringen. Voor de veroveringen van deze wereld. Voor de behoeftes die fysiek zijn brood vis voorspoed gezondheid een gezegend liefdesleven gezegende familie huwelijk er is geloof om wat dan ook te veroveren van God maar om uit Hem geboren te worden om een kind van God te zijn moet de persoon al zijn geloof inzetten al zijn kracht al zijn inzet die persoon dient zijn verstand in te zetten, zijn ziel, zijn hart. Alles wat die persoon kan, alles wat die persoon beschikbaar heeft, wat heeft u? Wat heeft u om aan te bieden? Om de adoptatie te ontvangen als kind van God? Zodat u herboren zult worden zodat u wedergeboren zult worden. Zodat u uit de Heilige Geest geboren kunt worden. Wat heeft u te bieden? Dat is slechts afhankelijk van u. Dat is slechts van u afhankelijk. God geeft de begeleiding, God geeft de oriëntatie. Maar u dient te kiezen, u dient de beslissing te nemen. Het is uw keuze, dat is de grootste zegen. De zegen van alle zegens. Heeft u zich al voorgesteld dat u de geest van de scheppen in uw binnenste heeft? Heeft u zich al voorgesteld? Heeft u al nagedacht dat u het verstand heeft, de gedachten, de geest van de Heer Jezus Christus in uw binnenste? Die uw gedachten leidt. Heeft u zich al voorgesteld? Dat u bestempeld wordt. Bestempeld. Verzegeld. Met de geest van God. Natuurlijk weet de duivel wie wel en wie niet de heilige geest heeft. Dus, wanneer de persoon de heilige geest heeft, dan is het omdat die persoon werkelijk een kind van God is, die persoon is werkelijk uit God geboren. Nu, wanneer de persoon niet de heilige geest heeft. Is er geen enkele garantie. Die persoon kan de wereld veroveren. Die persoon kan vragen en van alles ontvangen. Maar als die persoon niet zoekt met geloof, met toewijding, met een totale overgave, zich aan de Heer Jezus geven, met berouw, vergeving. Mensen vergeven. We doen wat gedaan moet worden zich ontdoen van de stenen van het verleden. Zich ontdoen van de zondes, van het onreine leven, van het verkeerde leven. De verlangens opgeven, de vrienden en vijanden opgeven. De vervloekte, het vervloekte geluk opgeven. Nou, dit ook. Geluk, vervloekt geluk. Geluk is van de duivel. Zowel geluk als vloek. Als die persoon uit God geboren wil worden... Moet de persoon de wereld opgeven. De persoon moet de wereld opgeven. En dat is wat de Heer Jezus voorstelde aan de rijke jonge man, die de erfgenaam was van een grote rijkdom, maar die ook het koninkrijk der hemelen wilde erven. De Heer Jezus zei tegen hem: "Je moet alles opgeven, alles wat jij hebt. Geef alles op wat jij hebt." En het koninkrijk de hemel zal in jou binnenste komen, de rijke. In het verhaal van de rijke man de arme Lazarus. De rijke was net zo'n afstammeling van Abraham als de arme Lazarus. Het verschil tussen hen was dat Lazarus, naast het feit dat hij een afstammeling was van Abraham, was hij ook een kind van Abraham, oftewel een kind van God. Een kind van het geloof van de God van Abraham. Maar de rijke man niet. De rijke was alleen een afstammeling van Abraham. Zelfs in de hel riep hij, noemde hij Abraham vader. Maar het baatte niets. Zelfs waar hij in de hel was. Dus wanneer een persoon kind van God is, dan heeft die persoon het recht om de Heilige Geest te ontvangen. Het recht. De Heer Jezus zei, welke vader onder jullie zal als zijn kind hem om brood geeft, vraagt, hem een steen geven? Of als hij hem een vis vraagt, hem een slang geven? Of als hij hem een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Welke vader zal dit doen? Geen enkele vader. En hij zei, als jullie die slecht zijn weten goede gaven te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer, de Hemelse Vader zal Hij de Heilige Geest geven aan degenen die Hem daarom bidden. Maar de mensen verkiezen liever de zegens van deze aarde dan de Hemelse Zegens. De mensen kiezen er liever voor om financieel rijk te worden. Om de wereld aan hun voeten te hebben, om te kunnen genieten van de voordelen van deze wereld, dan te genieten van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat is de waarheid. Genieten van de aanwezigheid, van de zekerheid van een kind van God te zijn. Maar bischop, zeg mij dan, hoe weet ik dat ik de Heilige Geest heb? Hoe weet ik het? Als u deze vraag stelt. Dan is het omdat u twijfel heeft. Als u twijfel hebt, dan bent u niet. Want ik stel mezelf deze vraag niet. Ik stel mezelf deze vraag niet. Maar deze vraag wordt gesteld. En ik zal het beantwoorden, zodat u kunt weten wat de criteria is van God. Hoe kan ik, bischop Macedo, hoe kan ik, een mens. De zekerheid hebben dat God met mij is, dat de Heilige Geest in mij is. Weet u hoe? Omdat ik er zeker van ben dat ik met Hem ben. Deze zekerheid is de Heilige Geest die het mij geeft. De Heilige Geest zelf bevestigt dit in mij. Dus allen die twijfels hebben met betrekking tot of zij wel of niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, zijn niet gedoopt met de Heilige Geest. Want wie is, heeft geen enkele twijfel, nul. Heeft geen enkele twijfel. Dus ik beantwoord de vraag zo van veel mensen die deze vervloekte twijfel in zich hebben. Wordt daarvan bevrijd. Wordt een nieuw persoon. Wordt uit God geboren. En dit vindt alleen plaats door de actie van de Heilige Geest. Zoals de Heer Jezus voortgebracht werd. Zoals de Heer Jezus voortgebracht werd door de Heilige Geest, zo brengt Hij ook Zijn kinderen voort. En u ook. Maar u dient het te willen, meer dan het willen. U dient uw gehele leven te zetten op het altaar. U dient alles op te offeren. Vrienden, familieleden, alles, 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 alles. U dient de Heer Jezus te plaatsen als de eerste in uw leven. En wanneer dat gebeurt. Dan zal Hij u de Heilige Geest geven. Morgen zullen wij hier meer over spreken. God zegel u allen in de naam van de Heer Jezus. Trouwens, ik wil u nog een boodschap geven. Jullie die financiële zegels aan het zoeken zijn, er zullen verschillende pastors zijn die zullen spreken over hoe God degene wil zegenen. Wat die financieel gezegend willen worden. Wat moet ik doen zodat God voor mij zal voorzien? Ik doe mijn voorstellen. Ik neem deel aan de campagnes. Maar dingen gebeuren nog niet. Waarom gebeuren ze niet? Misschien wacht u op de voordelen van iemand. Op de gunsten van iemand. Van een politici, van vrienden, van kennissen, van familieleden. Vandaag in de diensten. Die gehouden zullen worden om drie uur middags of om half acht s avonds, zal er een dienaar van God zijn, die door middel van het Woord van God u de begeleiding zal geven voor Gods zegen en Gods voorziening en Gods hulp voor uw financiële behoeften en strijden die u nodig hebt. God zegen jullie allen en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.